Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snapert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spetter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis, hij komt een druppel later. Is dit de eerste keer dat u naar het huis van Alfred Jodocus Kwak rijdt? Jawel. Daar op de hoek moeten we linksaf. Goed. Hoe gaat het met je, Alfred? Jonkheer Poen. Mag ik binnenkomen? Tuurlijk, tuurlijk. Als ik het me goed herinner, ben ik hier nog nooit geweest om goed nieuws te brengen, hè, Alfred? Ik ben bang van niet, maar gaat u toch zitten, hè? Dank je. Ik zal wat thee voor u zetten. Nee, doe dat maar niet, Alfred. Ik ben niet van plan lang te blijven. Wat kan ik deze keer voor u doen? Hoe gaat het met de koning? Of heeft hij weer problemen? Ja, Alfred, een heel ernstig probleem zelfs. Een financieel probleem? Nee, gelukkig niet. Maar hij is toch niet ziek? Nee, zijn gezondheid is prima. Gelukkig. Als de koning ziek was, zou ik toch zeker niet hier naartoe komen en hem alleen laten? Nee, u heeft gelijk. Maar wat is dan het probleem, jonkheer? Het gaat om iets ernstigs. Dat zei u net ook al, maar vertelt u me nou eens wat er aan de hand is. Tja, zijne majesteit wil graag dat u hem advies geeft. Advies? Eerlijk gezegd ben ik erop tegen. Het is niet juist om dit soort problemen te bespreken met gewone burgers. Aha, gewone burgers. Heb ik je beledigd? Oh nee hoor, ik ben tenslotte een gewone burger. Een klein onderdeeltje van de grote massa, zogezegd. En ik heb geen idee wat voor soort problemen de koning heeft. Maar als het iets te maken heeft met de levens van zijn onderdanen, waarom is het dan niet juist om dat te bespreken met een gewone burger? Precies, dat is exact wat de koning ook dacht, ja. Oh? Je bent vlug van begrip en dat is ook de reden waarom hij mij hier naartoe heeft gestuurd. Wil hij dat ik naar het kasteel kom? Nee, we willen niet dat het algemeen bekend wordt dat zijne majesteit besprekingen heeft met gewone burgers. Dus het kasteel is niet geschikt. Wat dan? Het zomerverblijf van zijne majesteit. Hij gaat daar morgen naartoe. Oh, dat wil ik wel. Maar jonkheer Poen, kunt u me alvast iets vertellen over dat probleem van de koning? De koning heeft me opgedragen er niets over te zeggen. Hij wil het je namelijk zelf vertellen, Alfred. Oh. Had je iemand op bezoek? Ja, pa, jonkheer Poen was hier. Ik hoop niet dat hij weer geld wilde lenen. Geen idee. Majesteit, als u ons iets wilt vragen over deze begroting van het volgend fiscale jaar, zou u dat dan nu willen doen? Nee, ik heb niets te vragen. Dank u wel, majesteit. Dit is wat wij denken dat op het ogenblik het allerbeste is voor ons land. U krijgt mijn steun. Oh, is jonker Poen al terug? Ik zal even gaan kijken, majesteit. Mogen we deze vergadering nu als geëindigd beschouwen, dan verontschuldigen we ons. Natuurlijk, dank u voor uw komst. Ja.
Ik ben stijf van dat zitten. Hop, die, bam. Ja, hop, die, down. Hop, hop, neer. Ja, lekker. Majesteit. En komt Alfred naar me toe? Zes. Ja, majesteit. Geweldig, ja. Majesteit? Ja, wat is er? Zou u er alstublieft nog eens over na willen denken? Over mijn ontmoeting met Alfred? Wat u Alfred ontmoet is prima, maar met hem over dat probleem praten? Maar dat wil ik nou juist. Als u het eenmaal vermeld hebt, tegen een gewone burger zoals Alfred bedoel ik, dan zal het heel moeilijk zijn om erop terug te komen. Ik ben er heilig van overtuigd, Poen, dat ik de juiste weg volg. Ik heb lang en vaak nagedacht over deze beslissing. De koning is vast verliefd op iemand. Verliefd? Hij is toch vorige maand naar het buitenland geweest, hè? Ja, hij is naar 2 of 3 landen geweest. Dat heb ik in de krant gelezen. Maar wat heeft dat te maken met verliefd zijn? Dat heeft er alles mee te maken. In de hoofdstad van een van die landen is hij 's nachts op straat gaan wandelen. En op de hoek van de straat zag hij toen een heel lief klein bloemenwinkeltje. De koning kreeg zin om een paar rozen te kopen en hij liep bij het bloemenwinkeltje binnen. En daar zag hij een heel mooi jong meisje tussen boeketten rozen. En hij werd ter plekke verliefd op haar. Ah, nee. Het meisje zocht de mooiste roos uit en gaf die aan de koning. Het vuur van de liefde begon toen nog heftiger te branden. En hij was zo in die war dat hij zich niet herinnert hoe hij die nacht weer thuis gekomen is. En weer terug in groot waterland blijft hij alsmaar denken aan dat mooie meisje tussen de rozen. Maar Winnie, hoe kan jij dat nou allemaal weten? Ik wil haar opnieuw ontmoeten en ja, ik wil met haar trouwen. Ik weet dat het moeilijk is voor mij om te trouwen met een gewoon meisje, maar toch wil ik graag met haar trouwen. Eens denken, is er iemand met wie ik dit probleem kan bespreken? Ja, er is iemand die betrouwbaar is in dit soort situaties. Ha, en daarom moet Alfred nu naar hem toe? Ja, iets anders kan ik niet bedenken. En jij, Henk, heb jij een idee? Nee, ik zou het niet weten, Winnie. Ik zou het wel leuk vinden als het zoiets romantisch zou zijn. Maar als het nou eens echt waar zou zijn, Alfred? Oh, dan zou ik zijn gevoelens respecteren en naar dat meisje in de bloemenwinkel toegaan. Ik vind het helemaal niet nodig dat jij naar haar toe gaat. Waarom niet, Winnie? Dat is niet belangrijk. Luister nou maar gewoon naar de koning en praat een beetje met hem. Ach, mij kan het niet schelen. Zo, kan het jou niet schelen? Kalm nou, Winnie. Hé. Hey. Ja. Je treft het wel niet erg met het weer. De golven zijn erg wild vandaag, ja. Geen zorgen. Dit huis kan de zwaarste golven weerstaan. En het waait ook erg hard. Men voorspelt de eerste grote storm van dit jaar. Ah. Hopelijk komen er geen overstromingen. Ons land ligt lager dan de zee, dus zullen er altijd overstromingen zijn. Nee, dat is niet waar. We hoeven er alleen maar voor te zorgen dat de dijken hoog genoeg zijn om het water tegen te houden. En dat er genoeg kanalen zijn om het overtollige water af te voeren. Ja, je hebt gelijk, Alfred. Oh, tussen haakjes, de koning nodigt je uit om straks met hem te dineren. Goed. Tot dan kun je dus wat uitrusten. Oh, maar jonkheer. Kunt u me nog steeds niets vertellen over het probleem dat de koning met mij wil bespreken? Ja, tijdens het diner wordt er alleen gepraat over alledaagse dingen. De koning is heel geïnteresseerd in je laatste avonturen. Misschien kun je daar wat over vertellen. Hmm. Achteraf gezien hadden we al veel eerder kunnen merken dat het vuur dat uit de krater kwam niet heet was. Maar we hadden helemaal niets in de gaten. Pas toen de vlammen mijn lichaam raakten, merkte ik dat het geen vuur was.
En dat het dus iets anders moest zijn. Dat was duidelijk. Ja, we gaan er altijd vanzelfsprekend van uit dat vuur heet is. Daarom hebben we dat soort dingen niet snel genoeg in de gaten. Ik ben verschrikkelijk jaloers op je, Alfred. Je hebt de hele aarde rondgereisd. Je bent zelfs in de ruimte geweest. En op de bodem van de zee. Maar ja, ik heb ook geen belangrijke dingen te doen zoals u. Hoezo belangrijke dingen? Zal ik opdracht geven om de koffie hiernaast te serveren? Ja, Poen, doe dat maar. Die storm gaat vast een keer. Vanavond om 11 uur is het weer vloed. Daar maak ik me zorgen over. Komen er overstromingen? Nee, zo erg is het niet, denk ik. En wat hoort een koning in zo'n geval te doen? Hoort hij hier te zitten en zich zorgen te maken? Nee, een koning hoort eerst alles te doen wat hij kan om overstromingen te voorkomen. Ook al regent het dagen achtereen en ook al zijn de golven huizen hoog. Maar ik zit altijd maar niets te doen. Ik ben volledig onbekwaam. Majesteit. Ik zit erover na te denken om af te treden, Alfred. Majesteit! Ik zou het niet erg vinden om koning te blijven, maar ik denk dat ik het regeren beter aan iemand anders kan overlaten. Misschien aan een president, gekozen door het volk. President? Om je de waarheid te vertellen, weet niemand nog dat ik daarover denk, behalve jonkheer Poen hier. En ik zit er ook nog over te twijfelen, Alfred, omdat het een grote invloed heeft op de toekomst van het hele land. Ja, dat is waar. Poen is er zeer op tegen, maar ik heb besloten dit te bespreken met een persoon waar ik heel veel vertrouwen in heb. En die persoon ben jij, Alfred. Ik wil graag horen wat jij ervan vindt. En pas daarna neem ik dan hierover een definitieve beslissing. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Zeg, wat vind je hiervan? Ik en mijn erfgenamen blijven koning, maar zonder enige politieke macht. En een president, gekozen door het volk, zal in de toekomst voorgoed het land regeren. Ben je daarvoor of ben je daartegen, Alfred? Of zijn er nog andere mogelijkheden? Als je geen mening hebt, Alfred, kan je dat ook gewoon zeggen, hoor. Dat geeft niet. Ik ben voor het idee van een president. Ja, dat dacht ik al. Ik dacht wel dat je dat zou zeggen. Maar dat is wat Alfred vindt, majesteit. Dat is de mening van één burger. Dat wil nog niet zeggen dat u het moet doen. Een president is echt veel beter, jonkheer Poen. Het is in ieder geval democratischer, nietwaar? En ik zal me dan ook wat meer op mijn gemak voelen. Maar als u er ooit spijt van krijgt, dan is het te laat, majesteit. Oh, dat gebeurt nooit. Maar er is wel iets anders wat ik mij afvraag. Wat dan, majesteit? Ik weet niet of mijn volk slim genoeg is om een president te kiezen die het gelukkig kan maken. Wat ik probeer te doen heeft natuurlijk geen enkele zin als alles alleen maar slechter wordt. U moet gewoon vertrouwen hebben in de dieren, majesteit. Ja. En nog iets anders. Zou jij er trouwens zelf ook iets voor voelen om presidentskandidaat te worden? Wie, ik? Ik? Je bent een eerlijk dier en ik weet dat je naam in alle hoeken van het land bekend is. Je zou een goede kans hebben om de verkiezingen te winnen. Maar ik wil helemaal geen president worden. Echt niet? Ik weet het zeker. Maar ken jij dan iemand die een goede president zou zijn? Eigenlijk alleen een vriend van mij die Olly heet. Ja, die zou echt een goede president van dit land zijn. Heb jij ooit gehoord van die man, jonkheer Poen? Ja, maar ik ken hem niet goed. Ik heb alleen gehoord dat hij heel verstandig is. En als jij dat zegt, dan betekent dat iets. Ik hoop dat zo'n man president zal worden, want dan krijgt ons land een mooie toekomst. Er komen belangrijke veranderingen voor u. Een goede kans om mislukkingen om te buigen in succes. Maar u moet oppassen voor een eend. Voor een eend? En voor nog iets anders. Ah, die eend ken ik wel en dat andere. Ik kan niet goed zien wat dat is. Het is vormeloos, maar het heeft een geweldige macht. Alleen kan het die macht plotseling verliezen. Waar heb je het nou eigenlijk over?
Als jij zo'n beroemde waarzegger bent, schiet dan op en vertel me waar ik op moet letten, behalve die eend. Ja, ik kan die eend duidelijk zien, maar dat andere niet. Ik kan het beeld niet helder krijgen. Dit is allemaal nep, ik heb hier genoeg van. Hé, u moet nou betalen. Toch moet hij ergens voor oppassen, ik weet het zeker. Ik zie het, het volk. Daar moet hij voor oppassen. Ik zie het nu. Maar wat dat met hem te maken heeft, zie ik toch niet. Alfred! Hè? Wat is er, pa? Dolf is ook presidentskandidaat geworden. Is dat een grap? Nee, ik heb het met eigen ogen gezien. Hij hield zelfs een toespraak. Niet te geloven, wat een lef heeft hij toch? Maar er luisterde toch zeker niemand naar hem, hè? Erg genoeg wel. Duizendberg, die zich ook kandidaat gesteld heeft, hield een toespraak vlakbij. En er luisterden meer mensen naar Dolf dan naar Duizendberg. En toen hij uitgesproken was, applaudisseerden ze allemaal. Ik begrijp het niet. Is iedereen dan vergeten dat hij een staatsgreep gepleegd heeft en zich nog steeds bezighoudt met illegale dingen? Helaas doet hij dat allemaal stiekem, zodat niemand er iets van af weet. Dan moeten we dat bekendmaken. Wat ben je aan het schrijven? Oh, een toespraak voor Olly, pa. En in die toespraak van Olly wil je daarin dan de misdaden van Dolf bekendmaken? U wilt toch ook niet dat Dolf president van Groot Waterland wordt? Natuurlijk niet. Maar heb je wel bewijzen voor die misdaden van Dolf? Huh? Ja, hij heeft wapens gesmokkeld naar Salaam, maar kan je dat ook bewijzen? En ja, hij heeft uit het laboratorium van Paljas de tekeningen gestolen van het zonne-energiesysteem. Maar kan je dat ook bewijzen? Nee, Alfred, nee. Je kan helemaal niets bewijzen. En als je hem aanvalt zonder bewijzen, sleept hij je voor de rechter wegens laster. Tori! De presidentsverkiezingen zijn precies over een maand en het is nu al duidelijk dat de race gaat tussen drie kandidaten. Namelijk de heer Duizendberg, een bankier, de heer Olly, een advocaat, en de heer Dolf, die ooit president was van de Kraaienpartij. De heer Duizendberg trekt als succesvol bankier vooral kiezers die geïnteresseerd zijn in financiële hervormingen en in een hogere levensstandaard. Terwijl de heer Olly, de advocaat, meer kiezers trekt die geïnteresseerd zijn in sociale hervormingen en in het democratischer maken van alle bestuursorganen in het land. Maar de meest opvallende van deze drie is de heer Dolf. In het verleden heeft hij na een staatsgreep geprobeerd als dictator de baas te worden in dit land. En nu probeert hij opnieuw dit doel te bereiken, maar deze keer langs de democratische weg van de verkiezingen. En hoewel zijn bestuur abrupt eindigde toen de koning terugkeerde naar zijn kasteel, herinneren de meeste dieren zich toch nog wel hoe hij probeerde het land te regeren met een ijzeren klauw. Het is dus de vraag hoe het volk zal denken over de democratie die hij nu zegt te willen invoeren. De drie kandidaten zijn nog druk bezig met hun campagne en de laatste opinieonderzoeken laten zien dat nog zo'n 70% van de kiezers niet weet op wie ze zullen stemmen. Over een maand zullen we weten wie de eerste president zal zijn van Groot Waterland. Maar in de tussentijd zullen de verkiezingscampagnes feller en feller worden. En bovendien zal het ook nog... Alfred. Als de dieren Dolf kiezen als president, dan zullen we onszelf de stomste dieren vinden in de hele wereld, nietwaar? Succes, Dolf. Dank u. Ik stem zeker op u, meneer Dolf. Bedankt. Lang leven de Kraaienpartij! Dat is een oud verhaal, maar toch bedankt. Mag ik u de hand schudden, president Dolf? Daar is het nog te vroeg voor, ben ik bang. Maar toch Dolf, erg bedankt. Het is tijd om naar het tv-station te gaan. Oh. Kom nou. Heel erg bedankt, dames en heren. Maar Dolf moet zo meteen naar de televisiestudio. Dus wilt u hem alstublieft wat tijd geven om uit te rusten? Want hij moet daar een discussie voeren met de twee andere kandidaten. Moe? Hansmoe ben ik, ja. Dat kan ook niet anders. Mijn handen voelen helemaal dood aan. Maar je populariteit schiet omhoog. Je wint de verkiezingen. Ik vertrouw het niet zo. Volgens het laatste opinieonderzoek staan we alle drie gelijk. Maar jij gaat winnen, dat geloof ik echt. Nee, Wannes.
Er is iets beslissends nodig om mij te laten winnen. Iets beslissends? Zeg, wat bedoel je daarmee, Dolf? De plotselinge dood van Olly? Hé, hey, Dolf, je gaat me toch niet vertellen dat... Wat? Wat? Dat je Olly... Olly? Gaat vermoorden? Maar Dolf... Dat is toch volkomen belachelijk? Ja, dat vind ik ook, ja. Maar je dacht wel even dat ik het zou kunnen doen, hè? Nee, ik dacht... Al goed, hoor. Als het erop aankomt, zou ik inderdaad tot alles in staat zijn. Zelfs in staat tot een moord. Onthoud dat, Wannes. Ja, natuurlijk. Dat... Goedemiddag, met Jeannette van het verkiezingsbureau van Olly. Ja, u wilt meneer Kwak? Nee, die is hier niet op het moment. Hij is naar het gemeentehuis om een toespraak te houden als steun voor Olly. Maar met wie spreek ik? Ik ben gewoon een vriend van Alfred. Kunt u hem een boodschap doorgeven? Zegt u maar tegen hem, ik wil dat je bewijst dat wat wij besloten hebben niet stom is. Hij begrijpt het wel als u dat zegt. Groot Waterland staat aan het begin van een nieuwe tijd. En jullie moeten kiezen hoe die tijd eruit gaat zien. Als jullie kiezen voor één van de drie presidentskandidaten, kiezen jullie daardoor ook voor verschillende mogelijkheden van de toekomst. Maar de beste toekomst komt er als Olly president wordt. Want jullie, de kiezers, moeten niet vergeten wat één van de kandidaten in het verleden gedaan heeft. En jullie, de kiezers, moeten niet afgaan op goedkope en makkelijke praatjes. Jullie moeten verstandig zijn. Want jullie, de kiezers, moeten op zoek gaan naar wat waar is en wat niet waar is. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaak heel vrolijk, heel vrolijk, heel vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik nog toen nooit. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.